In het leven van Franz von Karskourwitz is ogenschijnlijk weinig voorgevallen dat nu, 56 jaar na zijn dood, misschien nog de moeite van het vermelden waard zou zijn. De hydrograaf van Allard Schreuder begint met een verteller die direct zijn hoofdpersonage in de hoek zet als iemand wiens leven niet interessant zou zijn. Maar het tegendeel zal natuurlijk blijken. In het jaar 1913 zet deze Duitse Kars, een hydrograaf, een wetenschapper die zich bezighoudt met zeegang, wind en golven, voet op een schip richting Chili. De reis blijkt vooral een vlucht te zijn voor het leven dat hij had moeten leiden en voor het meisje Agnes met wie hij waarschijnlijk gaat trouwen. En ondertussen wordt hij begeleid door een dichtregel van de Portugese dichter Pessoa. Ik ben niets. Ik zal nooit iets zijn. Ik kan ook nooit iets willen zijn. Afgezien daarvan koester ik alle dromen van de wereld. Maar die dromen, daar ontbreekt het hem aan. En ondertussen zit hij op het schip en spreekt hij vooral met twee mannen. Mozer, een salpeterhandelaar, en Toadleben, een klassicus. En die discussiëren over de staat en de toekomst van de wereld. En daarbij zijn ze personificaties van de oude en de nieuwe wereld. En Mozer ziet vooral mogelijkheden in de 20e eeuw. Een gouden eeuw noemt hij het, voor de gewone mens en feiten. Bij een tussenstop in Lissabon komt er een vrouw aan boord. En deze Asta Maris is een geheimzinnige vrouw die de gemoederen bij de mannen en zeker bij Kars behoorlijk bezighoudt. Als ze eenmaal in Brazilië zijn aangekomen, gaat het behoorlijk mis en Toadleben raakt gewond. Kars probeert te achterhalen wat er precies is gebeurd, maar dat blijkt nog niet zo eenvoudig. En ondertussen heeft hij zijn interesse in de taken van de hydrograaf allang verloren. Een overrompelend geschreven ideeënroman met Europees bereik. De hydrograaf werd bekroond met de ACO Literatuurprijs en werd geroemd als ideeënroman. Want hoewel er in het leven van Kars misschien maar weinig is voorgevallen, staan die gebeurtenissen en de personages voor maatschappelijke en idealistische tegenstellingen en paradoxen. En die ideeën worden gecombineerd met een duister en geheimzinnig Schreuderlaagje, waardoor de boottocht ontaardt in een doelloze kweesten met wel een resultaat, namelijk een ondubbelzinnige nee, waardoor Kars na 56 jaar met een lach om zijn mond kan sterven. Als je debuutroman begint met een zin waarin een vader een lepel in een kom steekt om daarna zijn eetgewoontes te bespreken, dan weet je dat veel lezers daarbij zullen denken aan De Avonden van Gerard Reven. En misschien is zo'n zin bedoeld als een eerbetoon of als een blijk van voorliefde. Maar bij het grote aantal, vooral mannelijke Reven-adepten in ons land, sta je dan misschien wel al 1-0 achter. Maar goed, van een beetje opzichtige intertextualiteit is nog nooit een boek ten onder gegaan. Dus ook niet Mensen zonder uitstraling van Jente Postuma. Maar het gaat ook over iemand die niet in beweging komt. Dat vond ik eigenlijk interessanter dan iemand die heel veel meemaakt. Al direct in het eerste hoofdstuk wordt het energieloze van het leven van de ik-vertelster beschreven. Haar moeder is overleden. Haar vader kan niet koken en zit futloos Formule 1 te kijken. Na een rondje met haar hond besluit ze maar een beetje te borrelen in bad. Terug naar de baarmoeder. Ze wilde graag dat ik bijzonder was. Een wonderkind zoals Mozart of Jezus zelfs. Ze deed haar uiterste best om iedereen dat te laten geloven. Maar als je zelf mislukt bent, wordt je kind ook een beetje mislukt geboren. Dat is nu eenmaal zo. De dood van de moeder speelt een belangrijke rol in dit boek. Haar moeder is opgegroeid in een gezin van Jehova's getuigen. Een onzekere vrouw, een actrice die een hekel heeft aan mensen zonder uitstraling. Het is toch verschrikkelijk? Oh, verschrikkelijk. Het boek is opgebouwd rondom anekdotes. Zo gaat de vertelster na haar eindexamen naar Parijs om daar heel romantisch een boek te schrijven. Maar het komt er vooral op neer dat ze heel energieloos de wijken rondom de Eiffeltoren bezoekt en zich uiteindelijk laat ophalen door haar vader. Ze is geboren voor de mislukking. Het leven als één grote blauwe maandag. Die avond in bed staarde ik naar het plafond. Ik besta niet, dacht ik. Ik ben een verzinsel van anderen. Ik tikte tegen de muur en de rat stopte even met knagen. Uiteindelijk krijgt de vertelster een vriend, samen krijgen ze een kind en gaan ze trouwen. Ze wordt door haar schoonvader zelfs een leuke vrouw genoemd. Blijkbaar is het toch niet helemaal mislukt. Toch sluit het boek af met het verleden, met het moment dat haar moeder op haar sterfbed ligt. En voor de fans van Reven is er dan ook nog een verwijzing naar zijn roman Bezorgde Ouders. Mensen zonder uitstraling bestaat uit korte hoofdstukken met tragicomische, voornamelijk tragische anekdotes van een jonge vrouw met een familietrauma dat op een of andere manier lijkt te worden doorgegeven. Het is geschreven in korte zinnen die een beetje te veel blijven hangen in de geforceerd gekke en ongelukkige gebeurtenissen.
Je zou kunnen stellen dat Leon de Winter begin jaren 90 van de 20ste eeuw een obsessie had met eten en gewicht. Zowel in Hofmans Honger uit 1990 als in Supertex uit 1991 zijn de hoofdpersonages ongezond dik. Of zoals de secretaresse van Max Breslauer uit Supertex het over de telefoon roept: steek die baan van mij maar in uw vette kutreet. De roman Supertex draait om deze onsympathieke Max die een confectiebedrijf runt met de naam Supertex, vandaar de titel van het boek. Voor wie nog even hoopte op een superheldenroman. No superpowers at all. I have both type 1 and 2 diabetes. Max zit in een existentiële crisis en het verhaal begint dan ook op de bank bij zijn psychiater, aan wie hij de gebeurtenis van die dag en zijn hele levensverhaal uit de doeken doet. De crisis wordt ingestart wanneer hij bijna een chassidische familie op een zaterdagmorgen, dus de dag van de Sabbat, de heilige rustdag, voor een sokken heeft gereden en het verwijt krijgt dat hij als Jood in een Porsche rijdt. Maar dat kan natuurlijk niet. Die oude professor Porsche heeft destijds nog een Volkswagen voor Hitler gebouwd. Max zijn probleem is dat hij alles op orde heeft. Zijn werk, zijn huis, een mooie vriendin. Maar hij weet zich geen raad met zijn Joodse afkomst. Een groot deel van dat probleem is veroorzaakt door zijn vader, een overlevende van een concentratiekamp. Een man die hij haatte, die hij zelfs heeft willen vermoorden, maar van wie hij wel het bedrijf Supertex heeft geërfd. En hij komt erachter dat zijn vader ook niet altijd zonder zonde heeft geleefd. In tegenstelling tot Max zit er tussen zijn naasten wel Joden die volledig voor het geloof hebben gekozen. Zoals zijn vrouw die naar Jeruzalem is vertrokken. En ook zijn broer Boy die altijd achtergesteld werd ten opzichte van Max. Die ook minder goed kon leren, maar die nu wel zijn hel heeft gevonden als Jood in Marokko, in de stad Casablanca. Ik hoor hier, hier in Casablanca ben ik een buitenstaander, Max. En dat is de essentie van het Jood zijn. Ik ben de vreemdeling, de ander, de zonderling met de hoed en de jas. De enige bij wie ik hoor is jou. En jij? Rij jij nog in je Porsche 928S door Amsterdam? Doe je goede zaken en vreet je je vol? Het is een stuk makkelijker om over Joodse personages te schrijven voor mij dan over niet-Joodse personages. Nu komt er een grapje dat ik al 30 jaar maak. Als ik een paard was geweest, had ik over paarden geschreven. Supertex is de terugblik van iemand die een idealist was, maar langzaamaan een materialist is geworden. En die door de herhaling van een verwijt het gevoel heeft dat hij iets moet doen met zijn religieuze erfenis. Het boek zit vol Jiddische spreuken die Max uiteindelijk op het goede pad lijken te brengen. Want beter een Jood zonder baard dan een baard zonder Jood.